Koken met BMW deel 2. Vandaag zijn we op een bami iets. Bami met gestoofde kip. Ja, toch? En wederom koken we vandaag weer zonder MSG. Je weet zelf. Ik ben trouwens blij met de reactie die ik heb gekregen op het MSG verhaal. Wat ben je aan het koken, zei je? Een Javaanse bami, man. Geen Chinese bami met hamdingen of zo. Gewoon halal kip. Lekker. Gestoofd. Lekker op de bril erin zwemmen. Kijk even hier, man. Hij zwemt alles erin, man. Jeetje toch. En vandaag, hoe dat bord vandaag gaat opmaken. Surinaamse keuken behoort direct tot nummer 1 van de wereldkeuken. Ja. Je kan niet alles filmen, zien. Dan gaan we nu even raar doen en die baan gewoon tegen. Begin rustig met kleine hoeveelheden gewoon wops. Dan heb ik deze voor die. Ja toch. Tori even goed draaien, dat wanneer je een beetje door elkaar is, kan je de rest bonken. Afhankelijk van hoeveel mensen je eet natuurlijk. Dus sowieso, voor welke sterren je naast mij wil koken, join het op, check op Facebook, backstagebest.com, kan je ook checken. En dan kom je bij mij, gaan we lekker koken. En voor de cent, weet toch, like die shit. En ik ga gewoon op de gok een keer iemand checken in die likes. En diegene mag met mij samen koken. Of hier op locatie. Lekkere verse selderij er doorheen. En normaal zouden mensen nu een blokje erbij gooien. Ik heb zout erbij. Lekker een jang hier zo. Deze is natuurlijk voor era. Heet toch, schafte. Maar je weet toch. Check het volgende keer Cooking with BMW. Yes? Laters. Ze weet niet hoe het er mis. Als zij niet bij mij is, voel ik me niet.